Hey, Sigurd, hoe kijk jij eigenlijk naar Mark Rutte? Ik denk dat dit al lang het plan was van hem. Toch? Ik heb het idee dat hij eigenlijk al heel lang op die baan aast. Nou, hij wilde ook heel graag bij ons aan tafel, zei hij in de toekomst. Maar dus jij zegt dat het toch liever de NAVO was al die tijd. Ja, een moeilijke keuze natuurlijk. Ja, ik weet wel zeker dat het niet waar is. Nee? Nee, dat heeft hij echt niet gewild. Maar hij heeft natuurlijk gewoon, toen het kabinet viel, zijn afweging gemaakt. Ik vind die twee aardige mensen, maar past dit in ons dat programma? Moet... dat moet nog blijken. Ik vind ze hartstikke lief voor verder, hoor. Maar... ja, wat moet je ermee? Ik weet het niet goed. Ik heb zoiets dat ik denk bij mezelf, ik kan eens goed thuis kunnen blijven. Ik had een hele leuke avond gehad, man. Nou, kom. Netflixen, lekker gewoon met mijn dingetje. Cambuur kijken, nog steeds 1-1. Cambuur kijken? Ja. Hoeveel staat het? 1-1. Lekker, man. Ja, net naast gekopt de bal. Die werd het uitgetikt. Ja, zonde was dat. Ja. Nee, maar ik heb ook niks met die mensen. Nee, ik heb er niks maar, mee. Ik heb ook niks mee. Maar ze hebben wel... Ja, maar wat moeten wij daar nou mee? Nee, maar ze hebben gewoon een leuk programma. Nee, hartstikke maar... leuk loopt. Zetten ze twee van die... Dat ben ik niet met je eens. Ja, wat moet ik ermee? Hun idealen... Ja, de prima. Die zijn oké. En die zijn ook... Die zijn prima. En die zijn ook goed voor jou. Maar dat soort types, die passen bij ons niet in het programma. Dat weet ik niet. Dat evalueren we nu live in de uitzending. Moeten ze weg dan? Ja. Nee, ze zitten vast. Ze zitten vastgeplakt. Dat kan helemaal niet. Dus dat lukt dan niet. Ja. Maar misschien, Hanna, kun jij het even uitleggen? Dit is wel een bad, hè, ons programma. Ja. Heerlijk om hier te zijn. Hanna, maar leg even uit wat er net al gezegd. Want volgens mij zei jij ook, het kan veel simpeler allemaal. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Het hoeft niet zo overdreven en zo groot. Maar wat is de doelstelling van jullie? Wat willen jullie? Dat Nederland, maar ook Europa, komt met goed klimaatbeleid. Wij hebben nog eigenlijk geluk hier dat we ons zorgen kunnen maken over wintersport en ligt er wel genoeg sneeuw op de pistes. Maar dat betekent eigenlijk dat er over een paar jaar we hier ons zorgen gaan maken over voedseltekorten die er gewoon echt aan zitten te komen. Dus het is een beetje wat wij nu zeggen is... overheid, bedrijfsleven, kom met serieus goed klimaatbeleid. Dat is ook echt goed voor ons allemaal. Dan zijn we onafhankelijk van de Russen en hun gas. Dan kunnen we zelf onze eigen energie opwekken. Onze lucht wordt schoner. We krijgen meer natuur ervoor terug. Het geeft ongelooflijk veel banenkansen. We kunnen huizen gaan isoleren. Dus daarom vragen wij aan onze overheid, onder andere dus Mark Rutte... maar ook aan het bedrijfsleven, kom met serieus goed klimaatbeleid. Want maar als we kun nu je niet doen, beter in de politiek gaan waar je... dat soort beslissingen kunt nemen dan op een vrije middag op een snelweg gaan zitten? Dat kan ook, maar soms ben je daar iets minder effectief... en werkt het beter om met een hele grote groep mensen de straat op te gaan... Nou, het en enige samen wat je vragen, bereikt is beter. Dat het grootste deel van Nederland zich tegen je keert. Ja, maar we hoeven ook niet per se sympathiek gevonden te worden. We vragen om verandering. Dan hoef je ook niet bang te zijn, je wordt ook niet sympathiek gevonden. Maar Sigrid, je hebt zelfs al een strafblad aan overgehouden. Taakstraf gekregen, je werd van je bed gelicht. Nou ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Dus ik heb geen taakstraf nog gekregen. Ik ben op dit moment inderdaad veroordeeld wegens opruiing. Omdat maar dat is het je waard, hè? Want ik las dat je in het verleden heel veel gevlogen hebt... en dat je ook een heel ander beeld eerst van de wereld had... maar dat je nu tot inzicht bent gekomen, tot inkeer. Ja, als je gaat verdiepen, dan schrik je gewoon. En dan ik in ieder geval wel. En ik dacht... Ik vind er ook wel een schoonheid in zitten dat... Kijk, via de politiek, ik snap volledig je vraag. Dat hebben we natuurlijk ook geprobeerd. Het is niet alsof we niet eerst op Malieveld zijn gaan staan... of eerst zijn gaan demonstreren bij Shell. Maar was er geen ruimte bij GroenLinks dan? Zo. Sorry? Was er geen ruimte bij GroenLinks of de Dierenpartij? Nou, het is ons de afgelopen 50 jaar niet gelukt... om toereikend klimaatbeleid voor elkaar te krijgen. Dus op een gegeven moment ben je zo wanhopig en denk je... ja. De wetenschap is hier zo duidelijk over. Waarom wordt daar niet naar geluisterd? En kijk, het is ook gewoon irritant. Op zo'n A12 staan is ook irritant. Dat weten wij ook wel. Dat begrijpen wij ook. Irritant, ja. Maar we kunnen niet anders. Want er is steeds niet gehandeld of er is steeds veel te langzaam gehandeld. Je kunt je ook gewoon... Jullie zijn de elite van Nederland. En dan kun je ook niet ongehoorzaam zijn. En als de gemeente Den Haag zegt, daar kan er gedemonstreerd worden... en dan toch op die A12 gaan zitten. Ik vind het een beetje onvolwassen eigenlijk. Ja, nou, maar daarom zit ze hier wel nu. Dat snap ik heel goed. Ze krijgen wel meer aandacht. Maar daarom zeg ik het ook. Dat is wel handig als ze een keer er zijn. Ja. Nee, maar ik snap volledig dat het kinderachtig overkomt en irritant is. En dat ben ik helemaal met je eens. En dan met z'n allen liedjes zingen en zo. Ja, wordt een beetje melig is het allemaal. Maar als je braaf vraagt of dingen veranderen, dan veranderen ze meestal niet. En op deze manier veranderen dingen. Denk je dat ze nu met z'n allen bezig zijn om jullie wensen te voldoen? Nou, hier demonstreerden we tegen de fossiele subsidies. Dat is 46,5 miljard per jaar wat naar bedrijven als KLM en Shell gaat. Wat we ook kunnen steken in gratis openbaar vervoer. Alle huizen van Nederland isoleren, noem maar op. Ik wist niet wat fossiele subsidies waren voordat deze demonstraties begonnen. Nu zijn er moties ingediend. Nu komen er wetswijzigingen aan. Dus, het heeft wel zin. Dat is het jammere. Maar het probleem is best serieus. Maar jullie moeten jezelf niet wijsmaken dat jullie met een paar bondgenoten...
De hele wereld veranderen. Dat zit er gewoon niet in. Dat is een soort gevecht tegen de bierkaai. Ja, het is een gevecht tegen de bierkaai. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Maar het is ook een... Kijk, waar we het over hebben, is gewoon een leefbare toekomst. Het klinkt heel groot, maar het is ook eigenlijk best wel normaal. Ik heb 2 dochters van 5 en 8. Ik wil graag dat die... Ja, maar daarom neem ik het probleem ook wel serieus. Ja. Maar er zijn ook nog andere problemen in Nederland die opgelost moeten worden. En die negeren jullie gewoon. Terwijl ik denk, zorg eerst eens dat de huizen... goed in elkaar steken, dat het niet tocht. Dat is natuurlijk... Ja, de isolatie is belangrijk. Eens. Maar ja. Ik vind het nog belangrijker dat iedere Nederlander een dak boven zijn hoofd heeft. Dat de kinderen een ontbijt hebben 's ochtends. Dat de armoedegrens een beetje... Kom een keer meedoen, man. Ja, zo is het. Laten nou, ik wil best meedoen. Ben je goed ideaal. Maar ik ga me niet als een kwajongen gedragen. Nee, bovendien is je nu verkouden, dus dat lijkt me heel gevaarlijk. Want op zo'n leeftijd kan het ook helemaal misgaan. Ja, toch, die griep. Maar ik vind het ook heel gek dat de politie jullie met fluwelen handschoenen moet aanpakken. Kijk, de eerste keer, dan heb ik daar begrip voor. Maar het is gewoon structureel dat jullie daar gaan zitten. Dan zou ik als burgemeester zeggen, sodemieten ze er nu maar af. Hmm. Ja, wat het tot nu toe... Zullen we ermee stoppen? Want ik heb het idee dat... Ja, maar je moet ze laten zitten. Ja. Dan die snelweg niet meer gebruiken. Jo, mijn lieve jongen, ik... Hoe moet ik dan naar Scheveningen? Ja, maar ik heb een appartement in Scheveningen, Johan. De Utrechtse baan is 8 maanden dicht geweest. Ja. Dan reed je gewoon over Wassenaar of je reed binnen door Den Haag. Als hun daar gaan zitten, laat zitten. Ze krijgen vanzelf honger. Nou, jullie horen, jullie mogen blijven zitten. Ja. Nee, maar laat zitten. Nee, maar kijk, het feit is, ze hebben een ideaal en daar ja, nee, nee, maar dat ideaal is prima. Ja. Maar ik bedoel, als je op de Rijksweg wil gaan zitten, nou ja, dan rij ik om. Maar ik geloof dat jullie ideaal in onze doelgroep niet zo scoort. Laat ik het netjes zeggen. Nou ja, we hebben wel daarmee niet? De ruimte ervoor gegeven. Dat is heel belangrijk. Alleen wat je zegt... Het nou, is geef ze ook de ruimte dan. Ja, nee, dat hebben we toch bij deze gedaan.